Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Florence. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Ik kan niet doen wat ik wil doen. Dat wordt voor je overgenomen. En dat kan ik heel moeilijk accepteren. Ik vind het heel erg pijnlijk dat ze zo erg achteruit gaat en dat ze niet meer kan zijn wie ze is. Als er bijvoorbeeld op telefoon gaat, dan word ik afgeleid. En dan vergeet ik dat ik aan het kopen ben. En dan, dan gaat het fout. Gerda was 50 jaar toen ze te horen kreeg dat ze leidt aan dementie. Ze behoort daarmee tot de zogenaamde jongdementerende. Mensen waarbij dementie is geconstateerd voor hun 65ste levensjaar. In deze aflevering deelt Gerda haar persoonlijke ervaringen met deze langzaam voortschrijdende ziekte. Moet ik die ook al innemen dan? Die is toch na het eten? Ja, die kan je nu wel innemen. Ik heb een toeter op mijn mooie snoeter. Nou Gerda, je was 50 jaar toen je te horen kreeg dat je leidt aan dementie. Wat zijn nou de grootste veranderingen in je leven door het toedoen van dementie? Je verliest je zelfstandigheid, je verliest je identiteit, zeg maar. En dan heeft het vooral met gedragsverandering te maken, want daar heb ik eigenlijk het meeste moeite mee. Dat mijn gedrag ontzettend verandert in negatieve zin. Er wordt wat gezegd of er wordt wat gedaan, dan kan ik boos om worden. En dan kunnen ze mij ook niet meer bereiken en dan sla ik wel een beetje door. En dan kan ik echt op iemand heel lelijk reageren. Dan denk ik van, oh jee, wat heb ik nou gedaan? En daar heb ik wel de grootste moeite mee, want dat beheerst nu eigenlijk mijn angst en verdriet. En hoe gaan jouw kinderen hiermee om? Het is moeizaam, moeilijk is dat. Mijn moeder had ook Alzheimer. Dus ze hebben ook toen ze klein waren de verandering bij mijn moeder meegemaakt. En de angst bij hun is natuurlijk ook enorm groot. En wanneer kreeg je de eerste signalen dat je dingen aan het vergeten was, dat je dementie kreeg? Ik dacht niet meteen aan dementie, omdat je wordt ook ouder. En ik dacht eigenlijk meer van, nou ja, vergeten, dat hoort er. Hoort bij de oude, hè, omdat je ouder wordt. Maar de afspraken waren heel belangrijk die ik dan vergat. Dus mijn kinderen en mijn man attendeerden mij erop. En ook tijdens mijn werk had ik problemen met onthouden van medicijnen, waarvoor het was en waarvoor het diende. En wat voor beroep had je voordat je dementie kreeg? Ik werkte ook in een verzorgingshuis, thuiszorg en ik werkte in een hofje met licht dementerende bewoners, verpleegkundigen. En hoe is het nu de rollen omgedraaid zijn? Ja, dat is moeilijk te accepteren. Dat ik niet meer mijn vak kan uitoefenen. En dat mis ik enorm. En soms hebben ze dat hier ook opgevangen. Want ik ga nu iedere maandagochtend maak ik op de hele afdeling de bedden maak ik op. Omdat ik een invulling wil hebben in mijn dagdeling eigenlijk. En dan voel ik me nog een beetje nuttig in de maatschappij. En ik heb er plezier in, omdat het ook mijn werk is geweest. Dus doe ik dit met veel passie en liefde. Ik weet niet meer, anderhalf jaar geleden, denk ik, heb ik een boek geschreven. Het doet pijn te beseffen hoe het verder gaat. Ja, het boek gaat over het moment dat ik de diagnose kreeg van Alzheimer. Het woord dementie is wel bekend bij de mensen. Maar ze associëren het heel vaak met vergeten of plas in je broek, poep in je broek.
Maar het is gewoon zoveel meer. En toen dacht ik van ja, dat moet ik gewoon meegeven. Om toch te laten zien van dat het zo breed is eigenlijk. En dat het heel veel impact heeft op je gezin en op je relatie. Het is niet alleen maar vergeetachtigheid. Dus toen heb ik dat helemaal beschreven. En mensen zijn daar erg enthousiast over. En ik ben nu bezig met mijn tweede boek. En dat ben op de helft, dus dat duurt nog even. Ik heb die spraakcomputer gekregen omdat ik moeilijker kon schrijven. Dus uittypen. En het duurde heel lang voordat het op papier stond. En daarom hebben we voor dit systeem gekozen. En dat werkt prima. En waarom woon je niet meer thuis? Toen ik thuis was met koken, was ik alleen. En toen heb ik het gas aangedaan, maar niet het vuur. Dus dan heb je 20 minuten heeft het gas voluit staan. Hoe noem je dat? Nou ja, open gestaan. En ik rook. Dus ik heb geluk gehad dat ik geen sigaretje onderweg naar de keuken had opgestoken. Ja, dat werd gewoon te gevaarlijk. En wat doet het met je persoonlijk? Want eerst was je de verzorgende en nu ben je degene die zorg nodig heeft. Ja, maar dat is het niet kunnen accepteren van dat jij zorg nodig hebt. Dat, gevoelsmatig is dat natuurlijk. Komt er een gevoel van onmacht in je. En je wil vandaar ook waarschijnlijk die agressiviteit. Ik kan niet doen wat ik wil doen. Dat wordt voor je overgenomen. En dat kan ik heel moeilijk accepteren. En dan kan ik ook daardoor boos worden. Goedemorgen. Graag. Yes. Nou ja, dit is de dagbehandeling. Goedemorgen. Waar ik samen met Carmen en andere mede-cliënten vrijdagochtends kook in de grote keuken. En dan gaan we iets bereiden. En dan eten we het ook gezamenlijk op. Sjerda neemt deel aan een kookcursus om onder begeleiding toch nog zelf een maaltijd te kunnen bereiden. We gaan eerst even allemaal handen wassen. Het is erg druk nu. We gaan beginnen met pizzadeeg maken, zodat we straks daar de bodems van kunnen uitrollen. Ondertussen moet dan straks de tomatensaus gemaakt worden voor de bodem en alle groentes en dingetjes snijden om straks de pizza's mee te beleggen. Mogen wij de pizzabodem maken? Van mij wel. Ja? Zal iedereen een pak krijgen? In één pak, in de andere komt twee pakken. Zal ik dan twee pakken doen? Ik heb hier één pak. Ja, mag je daarin gooien? Ja. En dan wil je toch een bakje tomaten snijden daarvoor? Oké, dat is alles wat ik moet doen nu even? Ja, als je daarmee een mes van. Wat voor mes wil je? Om die tomaten, ja, zo'n klein mesje. Oké. Ja, het moet niet te klein zijn. Dat maakt niet uit, hoor. Ja, kom, Meijndert. Kijk, hij komt al. Nou, kijk. Dat is mijn poppie. Mijn handen zijn nu al schoon. Ja, ik heb ook mijn handen gewassen. En fornuis. Zo zijn we dus lekker even bezig. Ja. Is het nou mogelijk om met dementie zelfstandig een maaltijd klaar te maken? Dat hangt er een beetje vanaf hoe ver iemand in zijn ziekte is natuurlijk. Maar ja, sommigen dan gaan er stukjes overgeslagen worden van zo'n proces. Dus, en ja, bij deze kookworkshop help ik dan net even helpen herinneren om dat stukje op te vangen wat er anders vergeten wordt. Thuis, als ik bijvoorbeeld op de telefoon gaat, dan word ik afgeleid. En dan vergeet ik dat ik aan het koken ben. En dan, dan gaat het fout. En hier heb ik ook handige tips, want als we nu koken, dan wordt alles klaargezet. En wat je dan aan kruiden gebruikt hebt, dat wordt weer aan de andere kant gezet. De doelstelling is dat ze
degenen die het fijn vinden om te koken toch nog kunnen koken. Op een manier waarop het voor hun net toch een uitdaging is, maar wel binnen veilige grenzen eigenlijk. Ik denk het doelstelling dat we in ons waardig laten worden. En dat we toch nog een beetje het idee krijgen dat we nog wat doen, dat we nog kunnen functioneren. Alleen dan onder begeleiding. Ik denk dat dat belangrijk is, tenminste dat is voor mij belangrijk in ieder geval. Ja, ze zijn klaar, ze kunnen eruit. Kom, Carmen, zo ja. Samen. Hier, neem deze topje okay. Mee. Kom. En vast te houden als ze moeten besteden worden. Wat? Eet smakelijk! Eet smakelijk! En wordt dementie snel herkend? Nee, dementie bij jonge leeftijd wordt juist niet vaak snel herkend, doordat het zich vaak anders presenteert. Mensen denken bij ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld aan geheugenproblemen. En bij jonge mensen zie je dat vaak niet in het begin. Je ziet veel vaker andere problemen, zoals gedragsveranderingen, of je ziet depressie, hè, of je ziet een burn-out klachten. En op het moment dat mensen dan bij de huisarts komen met die klachten, is het niet raar dat die huisarts niet aan dementie denkt. Hè. Die denkt dan eerder aan, ik moet deze persoon doorsturen naar een psycholoog voor begeleiding. Maar wanneer wordt het dan wel duidelijk dat het dementie is? Nou ja, wat blijkt is dat het ongeveer 4,4 jaar duurt voordat jonge mensen met een dementie een diagnose krijgen. Vergeleken bij 2,8 jaar bij ouderen. Hè, en uiteindelijk komen mensen dan wel bij een geheugenpolykliniek terecht waar vaak goed onderzoek gedaan kan worden. Want bij jonge mensen moet je uitgebreid neurologisch en neuropsychologisch onderzoek doen. En beeldvormend onderzoek doen om de juiste diagnose te kunnen stellen. Ja, en dat wordt dan pas in dat laatste stadium eigenlijk gedaan. Dus eigenlijk na een veel te lange tijd. En dan zijn de problemen binnen het gezin vaak al zo dusdanig uit de hand gelopen. Hè, omdat je gewoon niet weet wat er met je aan de hand is, weet je ook niet welke hulp je moet gaan zoeken. Ja, dus die begeleiding wordt eigenlijk bij jonge mensen pas heel laat ingezet. En wat je ziet is dat degene met de dementie heel veel rollen kwijtraakt. Hè. Niet meer kan werken vaak, niet meer zo sociale contacten kan onderhouden, geen hobby's meer kan uitoefenen. En tegelijkertijd moet die partner al die rollen weer overnemen van degene met dementie. Dus ja, in één keer kostwinner worden en het huishouden gaan runnen. En daarnaast nog eens een keertje de zorg voor degene met dementie verzorgen. En dat is heel lastig voor die mantelzorgers. Ze moeten eigenlijk alle schoteltjes in de lucht houden. En ja, dat kost veel energie en veel moeite. Hoe mijn moeder eerst was, altijd heel erg veel plezier hebben in het leven. En altijd naast ons staan. Ze zorgt altijd voor ons. En dat heeft ze nu niet meer. Ze houdt heel erg veel van ons natuurlijk. Maar het altijd klaarstaan met advies en meningen en de dingen doen, dat kan ze dus nu niet meer. Hoe lang moet ik blijven wachten om te mogen gaan? Heb mijn strijd zo lang gestreden, kan het verder niet meer aan. Heb geen kracht om door te vechten, zit er niet meer in voor mij. Voel me leeg en onbegrepen, alles gaat aan mij voorbij. Voel alleen de pijn van binnen. Ik wil rust en veiligheid. Nee, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik wil niet leven in onzekerheid. Neem me mee. Neem me mee. Laat me los en laat me gaan. Wanneer laat je mij vertrekken? Naar het onbekend bestaan. Laat me los en laat me gaan. Ik heb besloten om euthanasie te laten doen. En ik heb altijd vanaf het begin af aan gezegd van als ik deze ziekte heb, dan wil ik niet zo lang
doorleven met dat ziektebeeld. Die keuze die maak je op het moment dat je beseft, tenminste ik dan, dat ik het ziektebeeld had. En omdat ik het met mijn moeder mee heb gemaakt, weet je ook wat je te wachten staat eventueel. En dat wilde ik mijn kinderen niet aandoen, omdat ik vind dat het gewoon veel te zwaar is. Ik vind het een onmenswaardig bestaan als je de hele dag maar zit in een stoel of dat je de hele dag maar loopt en je hebt geen contacten meer. Je kijkt eigenlijk leeg uit je ogen. Daar ben ik ook het type niet voor. Alleen nu is het zover dat je euthanasieverklaring eigenlijk niet geldig is als je niet volmondig ja kan zeggen. En op dit moment ben ik nog helder. En aangezien mijn gedrag heel erg verandert, heb ik de keuze moeten maken voor mezelf, maar ook voor mijn gezin, om die stap te nemen. Want zodra mijn gedrag zodanig verandert dat ik aan medicijnen zou moeten, dan is mijn wilsbekwaamheid niet meer geldig. En dat is dan dat je dan die keuze moet maken. Dat je dus wel die euthanasie moet doen, omdat je volmondig ja moet zeggen. Omdat het zo onvoorspelbaar is. Ik laat je weten, je bent niet alleen. Want mijn liefde voor jou, die neem ik met me mee. Ja, je hoort bij mij, samen zijn. Al zijn we alleen, alleen, alleen. Dit nummer heb ik geschreven naar aanleiding van de keuzes die we gemaakt hebben met mijn gezin om voor euthanasie te kiezen. Wilde ik iets achterlaten, iets tastbaars achterlaten voor mijn man. En vandaar dat ik dit nummer heb geschreven. En dat heb ik samen met Harry een beetje bewerkt tot een goed resultaat eigenlijk. Ja, daar zit ook meteen het therapeutische effect van het schrijven van een lied. Want met een lied en door zingen ga je je gevoelens op een andere manier uiten dan in een gesprek. Als je tegen iemand zegt ik ben boos of ik ben verdrietig eigenlijk dat we toch uit elkaar gaan. Ook al is het onze gezamenlijke beslissing. Maar in een lied kun je de emotie die daarbij hoort nog makkelijker communiceren dan in een gesprek. En dat is inderdaad, zeker als woorden niet zo makkelijk komen in een gesprek, dan is zingen gewoon een fantastische manier om toch te laten weten wat je voelt. Ik ga hier zitten met mijn gitaar en dan speel ik mijn emoties eruit. En doe ik dat niet, dan wordt het chaotisch in mijn hoofd en dan word ik boos en opstandig en dan kan ik weglopen of wat dingen doen die niet goed voor me zijn. En vandaar dat ik dus, er wordt ook heel vaak tegen me gezegd van, Ger, als je je naar voelt, ga dan naar fysiotherapie of ga naar Harry toe, naar de therapeut, want dan kan ik het even loslaten. Ja, het is best wel moeilijk om te zien als je je moeder agressief ziet, terwijl je dat eigenlijk nooit bent gewend. Het doet gewoon ook heel erg veel pijn dat je weet dat je moeder agressief wordt en ja, dat alleen maar nog erger gaat worden en op een gegeven moment misschien uit kan lopen tot fysiek ook echt iemand gaan slaan, wat hier ook wel vaker gebeurt natuurlijk op de afdeling. Nou, ik wil mijn moeder echt nooit zo zien, maar het zal vast wel gebeuren. Maar ik ga het daar heel zwaar mee krijgen. Dus mijn moeder heeft eigenlijk nu sinds een jaar of drie besloten dat ze euthanasie wil gaan doen op het moment dat het zo ver is. Maar ik sta er volledig achter. Ik vind dat ze nu juist de keuze heeft gemaakt omdat de leidingsweg voor haar heel erg zwaar zal worden. En ook omdat ze nu ziet hoe erg ze zelf achteruit gaat. Ze maakt het nog allemaal best wel bewust mee. En ja, dat doet ons natuurlijk ook heel erg veel pijn, maar haar ook zeker. En ze wil ons gewoon besparen. Goedemiddag allemaal. Terwijl de jonge mensen met dementie tijdens de dansmiddag bewegen op muziek, kan Gerda haar ziel leggen in haar teksten. Dus ik hoop dat jullie lekker uit jullie dak gaan en lekker meedoen. Oké, Sabrine, voor jou. Als je mijn naam noemt, lach naar mij als je het zegt. Dichter dan ooit tevoren. Nee, ik ben niet echt weg.
kus geven. Even een kus geven. Hè? People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Florence.